doordat je meer dagen achter elkaar werkt, wordt het werk wel zwaarder. Ga je het meer ook lichamelijk voelen. En ook de grote onzekerheid van, ja, hebben we de volledige bezetting vandaag of krijgen we toch het telefoontje dat iemand weer onverwachts uitvalt. Medewerkers in de gehandicaptenzorg, waarom hebben die geen voorrang in de voorrangstraat? Het is wel de bedoeling dat die voorrang hebben. Dus als u signalen heeft dat dat onvoldoende het geval is of niet het geval is, of iemand die er niet is doorgekomen, dan is dat niet kloppend. Ja, dus in theorie is er wel voorrang, maar in de praktijk komt er eigenlijk niet zoveel van terecht, zeg je? Nee. Ons grootste probleem op dit moment is de gebrekkige testcapaciteit. Zorgaanbieder Midin zit in Zuid-Holland en telt duizenden medewerkers. Dit is op dit moment bij Midin een van de spannendste plekken. Elke dag topsport om de roosters en de planning rond te krijgen. Maar de samenleving verandert heel erg, waardoor mensen normaal misschien wel normaal mee konden komen. Werden opgevangen door familie of door de samenleving, door het dorp waar ze wonen, dus op de buurt. Dat het steeds ingewikkelder wordt. Er zijn maar drie elementen waarop VWS achteraf toetst. Dat is 1. Heb je de uitkering overgemaakt naar de medewerker? Dus heb je hem niet voor jezelf gehouden? 2. Was de vrije ruimte van de werkkostenregeling volledig uitgenut, dus had je ook recht op het aftrachtgedeelte. En 3, heb je de uitkering niet uitbetaald aan mensen die boven 2 keer model verdienen? Ik vind dat een hele goede vraag en ik betrap me erop. Tuurlijk hebben wij af en toe gehandicapten met ziektes en wat we dan zien is ook eigenlijk dat meestal een familie of anderen heel goed de patiënt kennen. Mm-hmm. En daar ook heel goed voor zorgen en een ongelofelijke binding mee hebben. En ik merk aan ons dat wij daar een beetje onwendig naar zijn. Kinderen met een beperking die zijn dan misschien wel anders, maar die hoeven zich niet anders te voelen door naar een andere school te gaan. Ze kunnen ook gewoon anders zijn dan alle anderen. En nog steeds. Ja. Gelukkig.